Hallo kijkers van YouTube Gamers, ik ben een nieuwe video. Ik dacht ik doe weer even een nieuwe studio slash setup tour. Ik zit dus in mijn kamer. Sorry voor de audio kwaliteit en de video kwaliteit. Ik heb niet echt een professionele super camera HD dinges ofzo. Maar ik heb mijn setup dus een beetje veranderd. Dus ik dacht ik doe weer even een nieuwe video ervan. Oké, dus om te beginnen mijn schermen. Een dual monitor setup. Ik heb hier een LG scherm. 19 inch volgens mij. Ik weet niet helemaal zeker. En een Samsung TV van 32 inch. Die staan dus aangesloten op één computer. En daarnaast is de TV ook nog aangesloten op mijn PlayStation. Dan hebben we hier mijn headset. Het is de Sennheiser PC3. Het is niet echt een super geweldig ding, maar hij werkt. En als ik geld heb, als ik even spaar, dan ga ik misschien een betere headset kopen. Hier is mijn mobiel. Motorola Moto G. Redelijk goedkoop en hij is echt heel erg goed. Ik vind het echt een geweldige telefoon. Hier heb ik twee webcams, die liggen hier random. Normaal maak ik daar stop motions mee. Dit is de Logitech Webcam Pro 9000. En dit is de Logitech C920. Redelijk goede camera's, vooral voor stopmotion en close-up video. Ik gebruik ze niet echt voor Skype of zo, al dat soort dingen. Dan hebben we hier mijn toetsenbord. De Medion toetsenbord. Ja, het heeft niet echt een naam, het is gewoon een Medion toetsenbord die bij mijn computer kwam. En dit is een Medion muis. En dit is een Sharkoon muismat die ik op First Look 2013 heb gekocht. En dit is mijn geweldige stoel. Dat is natuurlijk hele belangrijke informatie. Dan hebben we hier een mega bakbeest. Dit is mijn computer. Ik heb een, ik had eerst deze, die staat hieronder. Dat is een oude Medion PC. Ik zet misschien wel even een plaatje hier in het scherm. Misschien ook niet van hoe die eruit zag. Maar wat ik heb gedaan, ik heb een nieuwe grafische kaart gekocht. Een nieuwe power supply en een nieuwe case. En ik heb hem geüpgrade. Dus ik heb deze computer zelf gebouwd. Gewoon componenten overgezet van mijn oude computer en hierin gezet. Zoals je ziet, blauwe lampjes, mooi zijraampje. Ik zal hem even openmaken. Even voorzichtig. Zo, die leg ik even aan de kant. Ik weet niet of het goed zichtbaar is. Maar, dat komt vast wel goed. In ieder geval, hier heb ik dus twee fans bovenin. Eentje met een lampje. Hier ook eentje met een lampje. Twee harde schijven. Power supply, de XFX TS 550 Watt Pro. Goede power supply. Hij doet zijn werk, dus dat is prima. Dan hebben we mijn grafische kaart. Dat is de Sapphire Radeon HD 7950 Boost Edition. Met 3 GB video RAM. En dan hebben we mijn processor, de Intel Core i5-2320 met 3 GHz. Niet overklokt, ik heb niks overklokt behalve dan de videokaart, want die is, heeft een boostklok. 4 GB RAM, ga ik binnenkort upgraden naar 8. Het is best wel coole computer, wat ik ook heb. Oh ja, en de case is een Zalman Z11 Plus, prachtige case, werkt goed, ziet er mooi uit. En wat ik hier heb, die knipperende lichtjes, dat is een fan controller. Wat ik zeg maar kan doen, is de fans met de lampjes kan ik zachter laten draaien. En daardoor gaan automatisch ook de lampjes harder of zachter. Dus even kijken of ik kan zien. Zoals je ziet, felle lampjes. Minder felle lampjes. En daarmee kan ik dus de snelheid van de fans controleren. Dan weer mijn PlayStation. Daar speel ik nog soms GTA 5 op. Binnenkort komt GTA 5 naar de computer. Ik hoop dat het GTA 5 naar de computer aan kan. Vast wel. Goede computer. Dus in ieder geval. Mijn PSN idee is Vertiapo IT, dus wil je een keer meedoen ofzo. Kun je me toevoegen op PlayStation Network, bla bla bla. Deze controller komt uit China. En dit is een echte controller. En groot feest. De camera waarmee ik nu opneem zit toevallig aan de lader. Op dit moment hier zit mijn ventilator. Heel erg handig als het super warm is. En hier nog wat, wat games. Van als er nog wat... gaan we over naar deze kant. Ligt niet super veel bijzonders. Hier heb je mijn kaartencollectie. Ik heb er al heel wat meer bij. Hier beneden liggen nog wat componenten voor de computer. Bijvoorbeeld een ventilator. En in de rest ligt ook nog allemaal muizen en webcams. En dan heb ik ook nog mijn
geweldige laptop hier liggen. Dat is de Lenovo E540. Heb ik nodig voor mijn opleiding. Dus weet je, dan fix ik dat even. Dus ik heb een laptop gekocht. De specs daarvan zijn een GeForce GT740M. Dat is de videokaart. 8 GB RAM. En er zit een i5-4200M in. Met 2,5 GHz volgens mij. Dus dat is wel een goede laptop. In ieder geval, dat was mijn snelle, niet super snelle, want het is al op 6 minuten, setup tour. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je vragen hebt, laat het achter in de reacties. En ik zal zo wel mogelijk vragen beantwoorden. En vergeet niet te abonneren en een blauw duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie de volgende keer. Yo!